Ik wil u nu laten zien hoe u het beste een hoofdstel in elkaar kan zetten en welke onderdelen daarvoor nodig zijn. We gaan beginnen met het kopstuk, de frondeel en de rosetten. We pakken de roset, die schuiven we over het frondeeltje heen en dan de twee pootjes van het kopstuk gaan aan beide kanten, aan iedere kant van de roset, er doorheen. Dan trek je hem eventjes door tot u zijn eigen vastzet in het gaatje. Dat herhaalt u ook aan de andere kant, het rosetje eroverheen. Dan gaat u verder met de bakstukken en oogkleppen. U pakt de windriemen, die gesp u vast op het gespje bovenop het kopstukje. Dan maakt u het kopstuk vast aan de zijkant van de oogkleppen. Dat doet u ook aan de andere kant van het hoofdstel. Als u dit klaar heeft, pakt u de neusriem. Die kan u aan beide kanten aan de ophanging van de bakstukken aan de binnenzijde door de passant heen halen. Dan neemt u het achterstukje, het kinstukje. Die gespt u vast aan beide kanten van de neusriem. Als deze vast zit, dan pakken we de speler. De speler plaatsen tussen de windriemen op het hoofdstel bovenop het gespje van het kopstuk. Die gespen we daaraan vast. En natuurlijk, last but not least, de keelriem. Die bevestigen we ook weer aan de riempjes van het kopstuk aan beide kanten. En het hoofdstel is klaar voor gebruik.